Goedemorgen allemaal, welkom weer op een nieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remus. Vergeet geen blauw duimpje neer omhoog te doen. En ja, ik ben fucking pas wakker. Vergeet ook niet te abonneren hier op mijn channel. En ik ben nog altijd op Zanzibar. Ik ga sowieso al één ding zeggen. Het is nog vroeg. Het was altijd wakker rond een uur of 7. Dus nu kwart na 7 en ik ben weer al klaar wakker. Kan gebeuren. Hier zijn de mensen heel veel aan het slapen. Daar liggen ook wat snoekers tussen. Maakt niet uit. Ik heb goed geslapen. Het weer is weer al wat minder. Kan gebeuren. Maar nu ga ik terug richting de lampaardje zelf toe. Ik ga nu lekker een kopje koffie drinken eerst. Dan ga ik de vlog uploaden voor jullie van gisteren. Vandaag staat er redelijk wat op programma. Hier zijn nog wat competities op programma die ik ook ga filmen. Zo heet de Jupiler Compo. Wat houdt dat in? Je krijgt een tampon rondgebonden en moet je in de Jupiler flesje die tampon laten zakken. Wat doet een tampon als hem water raakt? Ja, dat zwelt op. Dus dan blijft die flesje daar ook in zitten. Maar dan moet je nog rustig lopen voor aan de andere kant te geraken. En dan zo daar die flesje neerzetten. Maar nu ga ik terug richting de lampaardje toe. Eens kijken hoe daar de sfeer is. Dus enjoy! Je ziet, tijdens de lampparty moet ik dus ook werken. Dat doe ik allemaal speciaal voor jullie. Ik ben nu momenteel de vonken aan het uploaden van Zanzibar dag 1. Zanzibar dag 2 is vandaag aangebroken. Het is nog redelijk stil. Het is nog maar 20 voor 8, 's morgens vroeg. Ik ben lekker alweer wakker. Ik heb een klein beetje dikker aangedaan. Dat hebben jullie ook gezien toen ik ben opgestaan. En ja, dat zijn ook nog speed seat stoelen. Echt, die zitten echt heel goed. Dus als je een stoel wilt, ga naar Speed Seats website en bestel er eentje bij. Onze goede vriend G. En als je bijvoorbeeld computerproblemen hebt, ga alsjeblieft naar de Line Game Solutions. Als je Game Gear stuff nodig hebt, ga dan naar Game Gear. Wel, weer al wat reclame gemaakt. En als je je pc-kast wilt laten airbrushen, ga dan naar Ruby. Maar ja, dus ik ben nu even bezig met, ik kan nog wat rijden, ik kan nog wat muziek luisteren, misschien ga ik ook nog wat naar familie kijken. Even, ja, de episodes van Emma ga ik nu eens volle pak kijken en dan om 16:30 s'avonds ga ik beginnen hier terug op te ruimen, dus heel mijn pc-boelje terug inpakken. Dan ga ik terug richting Limburg toe. Dan ga ik het vuurwerk van Lambrechtsherrie Kermis filmen. Dus voor mij is het maar een korte editie van Zanzibar. Dus, maar ik ben wel aanwezig op dag 2. Dus ik heb de eerste helft van de lampparty al meegemaakt en dat vind ik al toppie. Het is echt heel goed eten hier, heel goed drinken hier. Dus qua variatie. Geen gebrek. Toppie! En als er competities zijn. Het is toch frisjes buiten. Ik ben nog even naar buiten geweest, maar het ziet er geen goed weer uit. En ik heb ook nog zelfs hier die gaming room hierboven laten zien. En ja, je ziet, ik zit op Zanzibar.
Maar nu ga ik terug wat gamen. Nee, ik ga nog wat series kijken en dan ga ik zien wat ik nog ga doen. Allee, tot straks. Yo, yo, yo. Kijk, de LAN-party is zo terug in de gang aan het schieten. Er zijn ook weer al mensen aangekomen achter mij. Maar hier langs mij liggen ze nog te slapen. Zo, voor mij zit Zanziland nu erop. En ik ga nu richting eerst naar mijn appartementje toe. Voor daar alles te timoneren wat hier achter in mijn koffer ligt. En dan, ja. Dan, dan ga ik richting mijn schat. We gaan dan ook s'avonds naar het vuurwerk kijken in Sint-Lambertsherk. Ik ben vroeger moeten stoppen. Hoe komt het? Ja, hoe komt het? Door omstandigheden. Omwille van mijn adapter, van mijn docking station, dus waar je harde schijven moet insteken. Dat noem ik zo, docking station. Die transfo heeft het begeven na 6 jaar. Het probleem is ook, daar staat ook mijn programma op voor mijn video's te kunnen editen. Maar gelukkig heb ik nog een backup op mijn andere pc staan. En ja, dan moet ik het zo heel eventjes doen. Maar tot eind augustus, dus als ik een fast forward doe of een timeslapje doe, ik kan er momenteel geen muziek op plakken. Maar ik ga sowieso nog proberen van een tijdelijke oplossing te vinden. Een tijdelijke. Dat ik er nog wel aan kan geraken. Dat ik toch nog mijn vlogs toch in stepsticks nog altijd kan maken. Dat hoort ook in een deel van mijn leven, dat dingen begeven. Ik vind het jammer, maar helaas, het gebeurt. Dus daarbij ben ik nu al om 1, ja, om pak half 2, half 2 zijn ik. Om kwart na 10, ik weet zelfs niet meer dat ik ben vertrokken. Kwart na 12, niet. Half 1, kwart voor 1 ben ik vertrokken bij Zanziland. En dan, ja. Voor mij is het erop. Dus ik kan er ook niks meer van maken. En nu gaan we door in een tunnel. Dat gaat je eerst een beetje zien aan mijn raam. 3, 2, 1. En ik zit in de tunnel. Ziet? Ja, ik heb mijn lichten aan. Dus hoppie. Ja, dat kan dus allemaal gebeuren. Dat dingen begeven. Maar het ligt niet aan Zanziland dat ik ben vertrokken. Zanziland is een top LAN-party en ik ga ook in de toekomst bezien. Als ik ook terug ga, dan wel met mijn schat. Dus alleen maar jammer genoeg voor andere LAN-parties, zoals BWF. Ja, dat zijn ook redelijk wel LAN-parties hier in België. Ik kom er nu even niet op. LAN-val. Het kan zijn dat ik daar ook aanwezig ga zijn. Dat is pas in oktober, dus dan moeten we nog, gaan we nog een klein beetje bezien als zij mee wilt, ja of nee. Het is pas in oktober. En dan kan zij dat ook nog rustig aanvragen om een ruime tijd op voorhand voor verlof te vragen. Want mijn schat werkt ook tijdens de weekenden. Ik ook binnenkort, dus daarom dat ik ook ga stoppen met LAN-parties. En ja, je moet dus ergens een streep trekken. En één vaste LAN-party dan nog nemen als hobby. Het kan zijn dat ik ook nog eens een underground LAN-party georganiseer op mijn appartementje zelf. Dat kan gebeuren, maar voorlopig nog altijd niet. Maar dat kan. Kan gebeuren. Dus samen met bepaalde fans, samen met een lekker weekendje gamen. En mijn schat er natuurlijk bij. En dan, ja, knallen maar! Allee, ik ga jullie nu laten. Ik ga nu verder opletten op de weg. Ik ben nu richting Limburg terug aan het rijden. Ik zit in de provincie Antwerpen, dus ik heb nog een stukje te rijden. En het weer is niet fantastisch.
fantastisch. Het regent jammer wil ik dat woord zeggen. Het regent gelukkig niet. En ja, dus dat komt wel allemaal in orde. Ook hopelijk nog dat het vuurwerk niet wordt afgelast door het slechte weer. Ik hoop dat dat niet gaat gebeuren. Dat ik die beelden ook nog voor jullie kan schieten op vandaag. Dus vandaag is nog maar de helft voorbij. Ja, iets meer dan de helft, al een uurtje. Maar we gaan er nog wel iets heel leuks van maken van deze weekend. Dus tot straks allemaal. Yo! Zo, ik ben terug in Amsterdam gekomen. Maar wat ik eerst ga doen, dat is even een pitstop maken bij de Quick. Want mijn maagje grommelt. En dan als je maagje grommelt, wat moet je dan gaan doen? Ja, natuurlijk. Eten. En daar was blijkbaar weer al iets gebeurd. Op de snelweg. Een heel klein stukje moest ik even mijn vier pinkers opzetten. En ja, moest ik even afremmen. En toen ging het terug volle bak vooruit. Maar nu sta ik hier bij de Quick. Hier in Hasselt. Daar heb je de Quick. Toppie. Ik moest even meekijken. En jullie nu terug hangen. Mijn gsm-houder, want ik mag niet rijden en mijn gsm tegelijkertijd vast hebben. Voilà. Bij deze is dat nu weer gebeurd. Maar ja, ik zie jullie zelfs allemaal, dus tot straks. Zo, ik ben weer al op mijn appartementje aangekomen en dat betekent uitlaattijd. En dan mij weer al omkleden en dan een douche nemen. Ja, mij omkleden. Eerst mij uitdoen en dan een douche nemen. Voilà. De eerste deur is open. En nu nog de tweede deur. Wat gaat er eerst naar binnen? Dat is mijn bureaustoel. En mijn slaapspullen. En dan gaat mijn grote kist. Die witte daar. Ja, die daar. En dan die grijze kist gaat mee. En dan dit. Die computerkast. Ook allemaal mee naar boven toe. Maar wat ik altijd eerst ga doen, dat is de deur open doen. Dan kan ik ook rapper binnen. Voilà. Toppie. Zo, hè. En nu ga ik alles uitlaaien. Dus tot ziens. Yo. Alles is uitgelaaid. Nu ga ik nog mijn notto verplaatsen. En hoort dit eens. Maar één ding vraag me af waar die sleutel al naartoe is. We wonen hier nog maar een goed dikke maand. En dan ja, is de sleutel al weg. Voor de kraantje buiten water te kunnen nemen. Ik ga nu even gewoon nog mijn auto verplaatsen. Want die moet hier niet staan. Ik ga die gewoon aan de overkant zetten. En dan douchen! En dan even wat bijpitten, want ik ben nog wat moe. Dat ik veilig en wel bij mijn schatje thuis kan geraken. Dus tot straks, na mijn dut. Ja, ben ik klaar om te vertrekken naar mijn schat. Ik heb even ook een jas hangen daarom, want het is jammer genoeg slecht weer. En ik heb een oplossing voor mijn probleem van mijn docking station. Ik ga, ja, dus mijn voeding komt pas aan tussen de 18e en de 25e. Dus dat is nog heel eventjes. Dat is kut dat ik niet met 4 harde schijf tegelijkertijd kan werken dan. Dan heb ik nog een docking station voor 1 harde schijf in te steken. Dus dan moet ik het zo wel doen. Voilà. Nu ga ik vertrekken richting Sint-Lambertskerk. Daar Evelien oppikken en dan nog iemand anders er. Ik hoop dat het ook nog zelfs gaat stoppen met regenen, want dan gaat pas het vuurwerk van Sint-Lambertskerk door. Maar ik zie toch al gaten in de wolken, dus dat komt nog allemaal wel goed. En eens even de kinderen kijken. Ze zijn daar aan het voetballen. Op het plein. Dus tot zelfs. Dus,
als ik op de kermis ben aankomen, dan begin ik terug opnieuw te filmen. Dus tot straks allemaal en ik hoop dat ik hier zuiver in mijn auto ga geraken. Oh, ik heb me weer goed geparkeerd. Hups, dat erin. Kijk maar. Ah. En je ziet het ook, het is aan het regenen. Zie het thuis, jongens. Erk. Ach ja. Nu in mijn auto springen. Dan eens even kijken, want ik ben even op zoek naar mijn portefeuille. En mijn portefeuille. Oké, okay, dan. Moet ook eens kunnen wat zot doen. Dus ik ga nu vertrekken richting Slammersherk. Here we go! Zo, ik ben hier op Slammersherk kermis aangekomen. Ik ben hier ook een onride filmpje aan het maken. Ik ben hier ook met mijn schat, natuurlijk. Mijn stuff hier jammer genoeg niet in. Geen enkel probleem. Nog van aard erin, dus toppie! En we gaan zo meteen hier lekker vertrekken hier op de attractie. Bip, Bizzle, of zoiets. Toppy. Tot straks.
I will fly.
Zo, ik ben mij aan het zoeken voor goede belichting te hebben. Voilà. Ik ga hier de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van het vuurwerk en de ene attractie op Sint-Lambrechtse kermis. Maar daar staat niet veel voor echt te kunnen filmen. Jammer genoeg. Ik had gehoopt ook nog wat de botsauto's, maar die waren niet aanwezig. Ik ben niet aan het rijden, mensen. Dus ziet, hup. En mijn auto staat volledig aan de kant. Te kunnen filmen. Dus ik ga hier dus bij afsluiten. Vergeet geen blauw duimpje. Vergeet niet te abonneren op mijn channel. En ik bedank je weer al om een deel van mijn leven uit te maken. En ik weet niet als er nog een gedeelte van Zanziland erbij is, maar ik denk het wel. Dus ik hoop dat jullie de vlogs hebben genoten van de voorbije dagen. Dus ik ga nu richting mijn thuis uit. Ik ga richting naar mijn bedje in. En dan morgen weer een hele leuke dag. We gaan bezien hoe het weer is. Als het mooi weer is, echt heel mooi weer is. Dan staat er een wandeling op programma. En dan de andere hou ik als verrassing als het toch iets minder weer is. Tot morgen.